In 2007 telde Nederland ruim 900 gasplatforms in de Noordzee. Deze platforms worden steeds duurzamer door te kiezen voor windaandrijving en zonnecollectoren. Stel je nou eens voor dat je werkt op zo'n platform. Waar slaap je dan? We spreken met Chevalier Floatels, die zich dagelijks bezighoudt met het welzijn van medewerkers op platforms zoals het M7 gasplatform. Floatels die worden gebruikt omdat dat er te weinig accommodatie vaak is op olieplatformen. Dat wordt echt gemaakt voor de bemanning die er dagelijks op nodig is. En bij upgrade werkzaamheden of onderhoudwerkzaamheden zijn de extra bedden die zijn er niet. En er zijn tegenwoordig ook heel veel onbemande olie- en gasplatformen. En daarnaast in de windindustrie hebben ze natuurlijk ook geen slaapgelegenheden op de windturbines. Wij geloven dat wanneer de accommodaties verstrekt voor je werknemers, is het belangrijk dat mensen zich comfortabel voelen in een faciliteit waarin ze niet alleen werken, maar waarin ze ook leven. Het leven gaat hier 24 uur per dag door. Ja, en op het moment dat mensen zich senang voelen, mensen voelen zich op hun gemak, dan is hun productiviteit ook aanmerkelijk toegenomen. Nou, naast het feit dat het natuurlijk een hotelschip is, is het ook een werkschip. Ja, er moet wel gewerkt worden hier zo. Ja, dus we hebben het schip voorzien van de nodige werkplekken waar een kantoorfaciliteit aanwezig is, zoals je dat ook aan de wal hebt. Ja, dus er is internet, er is telefoon, er is printerfaciliteiten. Wanneer ze terugkomen, dan kunnen ze hun natte spullen kunnen ze drogen in een changing room. Er is een coverall draaier, er is een boekdraaier. Ja, dus als ze uit de changing room komen, dan kunnen ze bij wijze van spreken in hun vrije tijdskleding, kunnen ze gewoon weer terug naar hun accommodatie gaan. Dus zoals je dat thuis ook zou doen. Het schip begint in de haven. Daar worden alle mensen ingecheckt. Er worden de veiligheidsprocedures uitgelegd aan de mensen aan boord. Vervolgens vaart het schip naar de locatie waar ze moeten werken. Dan wordt een bewegingsgecompenseerde loopbrug uitgeklapt. Deze bewegingsgecompenseerde loopbrug zorgt ervoor dat ondanks de golven die loopbrug horizontaal blijft liggen en de mensen op die manier veilig over kunnen steken naar het platform. Het schip zelf is uitgerust met Dynamic Positioning 2. Dat is een systeem waarmee het schip exact op zijn plek blijft. Het is een systeem dat drijft de schroeven aan, zodat er genoeg vermogen wordt gegeven om het schip op een meter nauwkeurig op zijn plek te houden. Dit doet het schip door zowel de stroom als de wind als de geografische positie te meten. En aan de hand van berekeningen zorgt hij dan voor dat het schip binnen een meter op zijn plek blijft. De loopbrug is uitgelegd op 30 knopen. Dat is de maximale limiet waarop de loopbrug nog gebruikt mag worden. Ja, dat heeft te maken met certificering. De totale combinatie kan vanuit de praktijk bekeken na 2,5 jaar opereren. Kan tussen de windkracht 5 en 6 op de Noordzee opereren. Golfhoogte zal dan ongeveer tussen de 1,80 meter en de 2,30 meter, 2,40 meter zijn. En dan praten we over windsnelheden zeg maar, tussen de 40 tot 60 km per uur. Het schip is diesel-elektrisch aangedreven. Dat betekent dat het schip, naast dat het zijn normale stroomverbruik van generatoren trekt, het ook de aandrijving van het schip van elektrische generatoren gebruikt. En het gebruikt dus niet, zoals bij traditionele schepen, motoren. Het voordeel daarvan is dat wij, naarmate er gebruik nodig is, generatoren kunnen af- en bijschakelen. En dat betekent dat het brandstofverbruik van deze schepen extreem laag is. Dit flotel kan 4 weken op zee blijven. Ja, we zijn zelfvoorzienend. We hebben ons eigen freshwater systeem aan boord. We hebben ons eigen sewage systeem aan boord. Ja, we hebben voldoende koel- en vriescapaciteit om voor 60 man 4 weken buiten te blijven. Het schip zou gebruikt kunnen worden als commandocentrum tijdens grote operaties.
We kunnen daarbij denken bijvoorbeeld aan het uitbreken toen van de ebola-epidemie. En waarbij we gebruik kunnen maken van de faciliteiten zoals hospitaal, de accommodatie aan boord. We verwachten in de toekomst dat er meer vraag komt naar dit soort schepen. Omdat een van de redenen daarvan is dat steeds meer windparken nog verder uit de kust gebouwd gaan worden. Ja, dus de aanvoer met crewbootjes of met helikopters wordt steeds moeilijker. En dit heeft zich bewezen toch een veilige manier te zijn om van de ene plek naar de andere werkplek te gaan. Niet meer iedereen staat in de rij voor een baan ver weg of op zee. Daarom is hoogwaardige accommodatie en veilige accommodatie zeer belangrijk. Wij geloven erin als je goed zorgt voor je personeel, dat je personeel ook goed voor jou zorgt.